denk ik heb iets gedaan. Hallo, mijn naam is Rutger en NS, je bent een bitch. Ik ben onderweg naar Amsterdam, samen met Denise, althans, die zie ik hier zo meteen ergens. Maar de treinen rijden totaal niet, dus ik ga nu echt met een gigantische omweg. Ik ben inmiddels op Rotterdam Centraal. En kijk eens wie we daar hebben. We hebben gelukkig nu tijd voor Starbucks, hè, Nes, omdat je toch vertraging hebt. Wat heb je genomen? Ik heb een heerlijke caramel macchiato genomen. Heerlijk. Ja. Ik heb de mocha. Café Mocha, dat is zeg maar chocolade koffiemelk. Heel lekker. We zijn dus onderweg naar Amsterdam, want we gaan een dag shoppen, maar ik ga ook nog mijn post ophalen bij mijn postadres. Ik ben heel erg benieuwd. Ja, ik ga dan mee, leuk. Ja, dat blijkt, anders was je hier niet. Ja, luister. Wat een nachtmerrie was het, jongens. We zaten in de stiltecoupé. Nou, je moet ons echt niet in de stiltecoupé zetten. Het was erg moeilijk. Volgens mij hebben we voor het langst ongeveer 35 seconden ons mond dichtgehouden. Dus iedereen irriteerde zich een beetje aan ons, volgens mij. Maar, ach. Anyway, we zijn nu op Amsterdam Centraal en we gaan op zoek naar de tram. Hoor je die mooie spreeuwenfluiten, Rutger? Nou, ik vind het altijd zo grappig. Denise herkent altijd alle vogels aan hun geluid. En ik heb iets gedaan. Bijna was ik dood. Ik leef nog, maar... Maar Denise herkent dus alle vogels aan hun geluid. En dat is heel bijzonder, vind ik. Want ik heb volgens mij iets gemist in mijn opvoeding. Want ik kan het niet. Kunnen jullie dat? Nou, ik had vroeger allemaal vogelboeken, dus... Ja, maar nooit toch niet het geluid. We zijn er bijna. En ik moet zeggen, ik besef dat ik zo best wel hipster ben vandaag. Moet je kijken. Met deze opgerolde sokjes. Vinden jullie dat leuk of niet? Nou, ik wel hoor. Ja? Ja hoor. Mensen hebben me nog niet heel raar, niet veel gekker aangekeken dan normaal. Dus misschien dat het wel oké is. We zouden hier om 12 uur zijn en kijk, het is precies 2 voor 12. Flawless. Oh, heel leuk. Allemaal post. Gezellig. Sorry, je had geen glitterpen. Nou, kijk eens wie ik hier tegenkom. Hoi. Mijn oude huisgenoot. Ik mis je wel een beetje, hoor, Dennis. Zo leuk om jou weer te zien. Ja, ik heb je echt sindsdien niet meer gezien. Nou, ik heb al jullie post opgehaald en we gaan nu richting Utrecht, toch? Ja. Van Amsterdam naar Utrecht. Ik hoop dat het goed gaat in verband met al die stroomstoringen. Maar Jamie heeft daar een meeting en we gaan heel eventjes hoi zeggen om iedereen te verrassen daar, toch? Ja. Heel erg spannend. Mijn nagellak staat bij jou. Een mix van je kleuren, kijk. Ja, heel erg leuk. We hebben nu 1 minuut om naar sport 2 te komen. Verkeerde spoor. Wat een spanning en sensatie, jongens. Al die borden doen het niet op dit station. Die gaan allemaal uit. Nou, we hebben het gehaald op een of andere manier. Toch niet weer een stiltecoupé. Niet weer. Kom. Wat een doos. Nou, wat voor vandaag. Heel mooi. Doe jij deze om? Ja, leuk. Voor wat extra support bij de Prins op Prins actie. Kijk, het is weer leuk, zeg. Mooi gemaakt. Heel erg leuk. Oh, een unicorn. Oh ja, Frozen. Ja, ik voel me helemaal jarig nu. Ik ben pas volgende week jarig, maar heel erg bedankt. Yay! Hallo Utrecht! We gaan even wat eten voordat we naar de meeting van Jamie gaan om iedereen daar te verrassen. Wat wil je eten? McDonald's. Ik kan op dit nieuwe station mijn weg niet vinden. Dus ik weet niet hoe ik naar McDonald's moet. Stammer Smullers. Oh. Nou, deze drie mensen die hebben geen idee waarvoor ze dit nu gaan doen. Maar die staan straks wel op YouTube, is het goed? Oh ja. Willen wel weten hoe het filmpje heet? Ja. Nou, en die gaan nu voor 2 euro het volgende doen. Hey!
het jaar 2014 staat op het Elbejacht. Geen wegversperring van de wegenwacht. Studio Zorum, Reno, Trajer, Tina. Yay! Yeah. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Geniet ervan. Hoe gaat dit op YouTube zetten? YouTube.com slash Rutger. Slash Rutger. Ja. Oké, we gaan het opzoeken. Werkt niet. Denise heeft de piepimplantaten. Doei. Oh. Ik denk dat dat het is. Deze vraag is laag voor je gezicht. Ja, we lopen nu zo. Kijk, Denise doet het voor. Kijk, zo gaan we er naartoe lopen. Als verrassing. Ik ben heel zenuwachtig. Heel erg bang ben ik. Ik kan niet meer lopen. Ik ben verlamd van de zenuw, want ik ben bang dat niemand dit leuk vindt. Oké. Oh, waar is de ingang? Hier, kom. Ik weet ook niet zeker of ze het zijn, want we kunnen niet meer kijken. Kom hier naast elkaar. Kom, 3, 2, hallo! Hallo! Hoi! We konden niet naar een betere plek, moet je eens kijken, al dit eten. Wow, en ik zie daar een blauwe taart ofzo. Wie heeft die gemaakt, die blauwe taart? Jullie? Wat is het voor taart? En? Amandelcake. En dat wordt dan blauw? Oh, dat is gewoon mijn kleurstof. Nee, ja, ik weet het niet. Tuurlijk. Alsjeblieft. Ja, tuurlijk, jij mag ook een knuffel. Ik ben klaar. Ja, nou, ja, jullie heel veel plezier. Oh jee, yeah, knuffel. Nou, allemaal even zwaaien. Doei, doei, doei. Nou, het was super gezellig bij Jamie de meeting, hè? Gezelligheid. Ja, heel erg gezellig gekletst met iedereen en we zijn nog even op de foto geweest. Nou, wij gaan nog even ergens koffie drinken. Ja. Maar de vraag is waar? Ik denk bij Coffee Company. In? Rotterdam, Eendagsplein. Wow, dus we gaan nu, ik ben vandaag van Delft naar Rotterdam, naar Amsterdam, naar Utrecht en dan weer naar Rotterdam geweest. En ik ook, behalve Delft. Bijna stoot ik mijn hoofd trouwens. Maar goed, laten we er maar weer gaan. Mevrouw, gaat deze bus naar Utrecht? Ah, so cute. We komen er net achter dat we allebei fan zijn van... Nee, we zijn allebei Mepanda. Mepanda. En Miranda Sings heeft ons geleerd hoe we een selfie moeten maken. Ja. Wacht, ik ga hem nu even doen. Hallo in Rotterdam, daar zijn we weer. Het is een beetje leuk op de lijnbaan te wezen, te lopen, te zijn, te wandelen. De nieuwe spoor is, ik wil deze nog steeds eigenlijk. Heel leuk, XL, XXL. XL gewoon, en dan, dat staat me wel toch? Hartstikke leuk. River Island trouwens, mocht je die willen. Al die verleidingen hier, ik heb een broek gekocht. Maar nu gaan we echt naar de Coffee Company om even lekker koffie te doen. Helemaal vanuit Utrecht, we zijn er bijna. Volgens mij heb ik nog nooit zoveel calorieën op een dag. Patat, Starbucks, Coffee Company, brownie. Maar het was heel erg lekker. En Denise gaat nu ook naar huis. Ja, we gaan weer naar huis. Dus nou, het was heel erg gezellig, Denise. Dat vond ik ook. Nou, zwaai maar even. Leuke dag, doei. Doei. Zo, ik ben weer thuis. Het was echt een hele leuke dag. Het was ook wel een beetje een rondje door heel Nederland, maar wel erg leuk. Ik hoop dat jij de video ook leuk vond. Als het zo is, vergeet dan niet om een duimpje omhoog te doen. Als je nog niet geabonneerd bent op dit kanaal, kan dat natuurlijk ook helemaal gratis. En dan blijf je op de hoogte van al mijn nieuwe avonturen. En dan bedank ik je heel erg voor het kijken. Ik ga nu heel snel monteren, werken aan de video voor op mijn hoofdkanaal voor deze week. En dan is de dag helemaal voorbij. Nou, heel bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! Hallo!